slapen. 10 kilo. Van die zakken. Dat trek ik aan, een leuk jasje. Find your apart. Look ahead and you see that they're calling out to you. Obliterate all the fear and you're halfway there. Take a... Hey, hallo lieve vrienden. En een hele, hele goede morgen. Het is vandaag alweer een vrijdag 9 juli. En we leven om 18 minuten over 10. Ja, om rond 12 uur komt, jeetje, Carolina weer, die nieuwe huishoudelijke zorg. Ik ken maar niet aan de wennen, maar ja, wie ben ik? Ze doet het werk wel goed, maar toch anders dan het moet. Ja, ken je dat? Ik zeg, dat moet overdwars. Nee, dat doet zij niet overdwars, dat doet ze weer in de volle lengte. Nee, moet niet in de volle lengte. Het heeft er alleen nog maar weer last van. Ja. Maar oké, het is prachtig mooi weer. Wat willen we nog meer? Het zonnetje schijnt, wat iedereen weer verblijdt. Dus ja, waarom jou dan niet? Mij wel, maar ik vergeet jullie niet. Nee, ondanks alles, dan vergeet ik jullie echt niet hoor. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag. En tot later op deze prachtige dag. Doei! Ja, lieve vrienden, mijn huisje is weer schoon. Ja, want ze is alweer geruime tijd ook alweer weg. Maar ik was lekker even met wat andere dingetjes bezig. Even lekker voor mezelf. Maar nu moet ik weer weg. Ja, naar de andere kant van de stad. Dus ik ga op mijn scootmobiel, ik laat de meiden thuis. Want ik moet 2 hele grote zakken hondeneten weer ophalen. Eentje met een rode band en eentje met een blauwe band. 2 verschillende smaken. Ja, jij eet ook niet iedere dag hetzelfde. Dus eerst de ene zak leeg en dan weer een andere smaak. En dan die weer leeg. Ja, zo gaan we door. Ja. Nou, en ik moet gewoon weer halen. Niet dat het al op is, hoor. Nee, ik heb nog wel. Ja, maar ik wil gewoon weer op tijd wat in huis hebben. Dat, ik had het jullie al eerder laten zien. Van die, weet ik hoeveel er in zit. 10 kilo. Van die zakken. Nou, mijn heen met een blauwe band. En een blauw handvat. En je hebt ook zo'n zak met een rode band en een rood handvat. Nou, dat gaan we halen bij een bekende winkel. Voor iedereen, ik maak reclame, maar ik word in ieder geval gesponsord. Lidl. Maar vanochtend scheen de zon zo prachtig mooi en de hemel was blauw. En nu? Grijs, grauw, triest. Ze zeggen dat bij de poort 24 is, maar ik doe dit dunne jasje aan en ik heb daar ook nog een dun jasje aan leggen. Dat is enkel maar gevoerd ook weer met nylon. Nou, grijs en grauw, niks aan. Nee. En dat is een kunstleer jasje, ook nog niet erg. Nee, kijk niet betalen. Ooit gekocht bij CNA. Oh, maak weer reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Dus ja, dat trek ik aan. Een leuk jasje. Ja. Met, hoe heet dat? Op de schouders een paar van die zilveren dingetjes. Nou ja, en die trek ik erbij aan. En dan is het genoeg voor de booster, want je hebt ook rijwind natuurlijk en dat kan ook koud zijn. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes om jullie allemaal een weltrust toe te wensen. Namens Corina en de Beestenboel. Ik ben net weer thuis met de dames. En ik heb wat meegemaakt wat ik in mijn stoutste dromen nooit had verwacht om dat mee te maken. Want ik vond het vies, smerig en ordinair. Om in een woonwijk, wel grote weg, tegenover Cape Holland, maar ook
slak voor huizen. Oké, er zit een stukje stoep tussen, fietspad en dan parkeergelegenheden voor de auto's met bomen. Zit er een vrouw achter een auto? Ja, broek naar beneden, ja, inderdaad. Wil ze eigenlijk ook nog vergelijken met de meisjes? Met mijn hondjes. Wat? Je bent toch niet een hond, wel? Ga op een wc zitten. Je komt net van Cape Holland af, want daar kwamen ze vandaan met z'n tweeën, een man en een vrouw. Die man zat dan in de auto. En zij gaat zitten te plassen. Achter een auto, in een woonwijk. Waar het druk is. Want allemaal uitgaande mensen die weer naar huis gingen. Nou, dat doe je toch als vrouw zijnde niet op straat. Er zijn genoeg toiletten in die openbare ruimtes allemaal. Ja, dan ga je daar toch? Ik weet het niet hoor, maar... En anders hou je het in totdat je thuis bent. Je bent met de auto, dus dan ben je ook snel thuis. Ja, mijn hemel. Een vrouw nota bene. Ik zie het bij een man ook wel eens als ze dat in de bosjes of struiken doen, maar... Die hebben geen blote kont of wat dan ook. En je ziet verder niks wat dat ze dat doen. Maar je, ja, je hoort het dan, weet je. Maar ook ik zou er dan ook er wel wat van zeggen. Want er staat een boete op, jongens. Kom op. Maar die vrouw, nou, het is dat ik mijn telefoon niet bij de hand had. Ja, in mijn tasje. Maar ik heb die meisjes en die hield ik al kort. Want ik denk, ik vertrouw dit niet. Want ook dat, maar ik heb er wel wat van gezegd. Ze zegt, maar goed, laat de honden toch ook over een plaatsen en poepen. Ja, wil jij je dan met een hond vergelijken, denk ik dan bij mezelf. Ik heb het ook gevraagd. Ik zeg, dit zijn honden toch? Ik zeg, het normaal. Ik zeg, je bent een mens. Gaatje lossteken. Nou. Maar oké, lieve vrienden. Voor nu zeg ik, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. Morgen weer een nieuwe dag. En ja, die beginnen we met een glimlach. Ja, toch? Tot aan de andere kant van de nacht. En slaap wel. Doei.